Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Oh, camera staat niet echt mooi. Goedemiddag. HAVO, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we somtalen van hoogte 3. Dat is een hartstikke leuke som, dus laten we maar snel gaan kijken naar het bord. Juist. Oké, daar hebben ze een of andere rare rechthoekige driehoek getekend. Dus die ga ik ook eventjes tekenen. Even een schetsje maken. Zo. En in die driehoek zit dan nog een soort van extra driehoek of zo. Zo. En dan zegt ze, deze hoek is 90 graden, deze hoek is 70 graden, deze hoek weten we niet, die willen ze graag weten. En dan hebben we nog letters erbij, zodat we makkelijk kunnen praten over de driehoek A, B, C. En dan dit extra puntje heet D en dit ding is 10. Dit is de vraag, toch? Er staat nog een getalletje bij. Nou, het is wel zo makkelijk, anders kan de som niet. Dankjewel. Nou, dan staat er bereken allerlei hoeken. Bereken BAC en bereken ACD. Oh ja, dit heb ik wel met de klas gedaan volgens mij. Deze som gaat over de gewone Sons-Cassot-ordingen. En Sons-Cassot kun je gebruiken in driehoeken waar een rechte hoek in zit. En de boodschap bij Sons-Cassot is, als je in een rechthoekige driehoek, en rechthoekige driehoek kort ik even af met RH en een driehoek, twee zijdes weet, of een zijde en een hoek, niet de hoek van 90 graden, hè, een andere hoek, of een zijde en een hoek, dan weet je alles. Klinkt een beetje dramatisch, maar het is wel waar. Even een klein voorbeeldje doen en dan terug naar de som. Oké. Nou, dit even uitvegen. Ik verzin een driehoek en jullie mogen mij twee gegevens geven over die driehoek. En dan zal ik laten zien dat ik alles kan berekenen met behulp van sinus, cosinus en tangens. Dus, hier is een driehoek, de challenge, de meneer Snel challenge. Niet echt een moeilijke challenge, maar oké. Dit is driehoek ABC. Ik wil twee eigenschappen van deze driehoek. Ik wil minstens één zijde. Dus wie wil iets zeggen over deze driehoek? Hoeveel? Ja? 20 graden, oké. In de eerste plaats kan ik zeggen van hoek A is 180 graden, min 90 graden, min 20 graden. 70 graden. Dus ik weet nu hoek A. Dus het enige wat ik nu nog niet weet zijn die twee zijdes. Dat kan op verschillende manieren. Hè, maar stel je voor dat ik zijde AC wil berekenen. En ik ga zitten in deze hoek. Als ik in deze hoek zit, is dit de schuine zijde en dit de overstaande zijde. Wie doet het met de schuine en de overstaande? Je moet kiezen tussen sinus, cosinus en tangens. En ik zoek één van die drie, die doet het met de overstaande en de schuine. Wie doet het met de overstaande en de schuine? Sinus. Sos staat voor sinus overstaand schuin. Cos staat voor cosinus aanliggend schuin. En toa staat voor tangens overstaand aanliggend. Dus, inderdaad, de sinus. Dus als ik het heb over de overstaande en de schuine, is het sinus. Dan schrijf ik gewoon op, de sinus van die hoek C, van 20 graden, is gelijk aan de overstaande gedeeld door de schuine. En de schuine weet ik nog niet, dus dan gebruik ik de letters. Kruisingsvermenigvuldigen. AC is 10 keer de sinus van 20 graden. En dat rekenen we even uit. Even de rekenmachine op graden zetten. Belangrijk. En dan gaan we gewoon eventjes uitrekenen. 10 keer de sinus van 20 graden is gelijk aan het 3,4. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Deze schuine zijde kan niet korter zijn dan die 10. Wat heb ik hier verkeerd gedaan?
Ik heb keer gedaan en ik moest delen. Waarom moest ik delen? Hoe had ik dat kunnen weten? Je ziet dit als verhoudingstabel. Sinus van 20 gedeeld door 1 is 10 gedeeld door AC. Als je die wil weten, doe je die keer die gedeeld door die. Dus 10 keer 1 gedeeld door sinus van 20 graden. En dat geeft AC is 10 gedeeld door de sinus van 20 graden. ja. Oké, dankjewel. We hoeven dat niet in te toetsen. Oké, nou nu weet ik dus deze zijde. En nou kan ik met Pythagoras deze zijde uitrekenen. Of ik kan dat met de tangens doen, of ik kan het met de sinus doen, of ik kan het met de cosinus doen. Want ik weet alles behalve deze zijde. En als je in een rechthoekige driehoek alles weet behalve één zijde, kan je op vier manieren die zijde uitberekenen. Namelijk met sinus, cosinus, tangens en met Pythagoras. Mooi hè? Oké, nou, dit was een stukje theorie. Maar wat hebben we daar nou aan? Ze zeggen bij som 12 dat je die hoek moet berekenen waar het vraagteken in staat, deze hoek. En van de driehoek, of van de rechthoekige driehoek waar die hoek in zit, weten we alleen maar die 10. We weten verder niks van die rechthoekige driehoek, dus het is kansloos. We moeten een eigenschap van driehoek ABC berekenen voordat we deze hoek kunnen berekenen. Nou, is er misschien in de kleine driehoek iets wat we kunnen uitrekenen? Ja. Dat omdat er meerdere hoeken C zijn, schrijf je dat als driehoek DC of BCD. Weet jullie nog? Ja. De middelste, dat is waar de hoek zit. En BC en CD zijn de benen van de hoek. En die hoek is 180 graden. Ik schrijf de berekening even op en dan mag je het woord. Min 70, min 90 is inderdaad 20. Dus we weten nu deze hoek en die hebben we straks nodig. En nu kunnen we hem ook eventueel gebruiken. Yes! Ook ADC, die is inderdaad 110 graden, maar die hebben we volgens mij niet nodig. Maar ik zal hem even opschrijven. Ook ADC is 180 graden, min 70 graden, is 110 graden. Want, wat is waarom? Nee, het is niet de overstaande hoek. Overstaande hoek is dit. Hoe heet dit? Ja, het heet gestrekte hoek. Bij wiskunde B moet je altijd zetten waarom iets waar is. Niet zomaar een getal opschrijven. Oké, nou mooi. Oh, dan moet je hier trouwens ook zetten hoeken som driehoek. Hè? Zo, nou leuk. Wat kunnen we nu doen? In de grote driehoek hebben we niet genoeg informatie. Maar in de kleine driehoek hebben we een zijde en twee hoeken. Dus we kunnen iets met zo'n verstouwer doen. Wat zullen we gaan berekenen? Ja? Precies. Maar welke zijde hebben we nodig om in de grote driehoek iets uit te rekenen? Ja. Dus we gaan BC berekenen omdat die ook in de grote driehoek zit. Nou, welke hoek gebruiken we? D of C? D. Als die hier zit en je weet de schuine. Wat is deze zijde? De aanliggende of de overstaande? Wie doet het met de schuine en de overstaande? Sinus. Dus dan schrijf je op de sinus van 70 graden, dat is de hoek waar het over gaat, is gelijk aan de overstaande, dat is BC, die wil ik weten, gedeeld door de schuine, dat is 5. Nou, kruisingsvermenigvuldigen, dus BC is die keer die gedeeld door die. Dus BC is 5 keer de sinus van 70 graden. En ik wil nog een klein trucje vertellen. Ik denk dat mevrouw Potman dat ook al heeft verteld. Maar als je dit in je rekenmachine intoetst, dan komt een getal uit. Namelijk 4,69 nog wat. Maar met dit antwoord moet je gaan doorrekenen. Dus je kunt het beste niet afronden. En dat kan je doen door het in je rekenmachine op te slaan in een letter. Dus dan doe je sto, deze knop. En dan doe je de letter intoetsen. Dat doe je met alpha en dan mat. Als je dan enter doet, dan zit dat getal in die letter. Dus de volgende keer dat je dat getal nodig hebt, toets je gewoon die letter in. En dan heb je het onafgeronde getal. Dus dat gaan we straks gebruiken om mee verder te rekenen. Dus we weten nu BC. En je mag het gewoon opschrijven met puntje, puntje. Dus je zegt 4,69, puntje, puntje, puntje. Oké. Okay. Dan gaan we nog een keer kijken in de grote driehoek. Weten we nu wel genoeg om die hoek te berekenen?
Ja, want we weten twee zijdes. Nou, we weten die zijde en we weten die zijde. En, wie, en als dit de hoek is, welke zijde is dit dan? Precies. En deze? Ja, wie doet het met de overstaande en de schuine? Sinus. Dus dan schrijf je op. De sinus van hoek A is gelijk aan die 4,69 puntje, 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 gedeeld door 10. Dus hoek A, nu gaan we de hoek berekenen, dat deed je met shift sinus, van die 4,69 puntje, puntje, gedeeld door 10. Oké, okay, nou, dus shift sinus, second sin, dan kan je sinus met een min 1 erbij. En die 4,69 had ik in mijn rekenmachine onder A staan. Dus toets ik gewoon A in. Maar meneer, kan toch ook met ans? Ja, het kan wel met ans. Maar als je twee getallen wil onthouden, kan het niet met ans. Dus het is altijd veilig om het even in een letter te stoppen. En niet ervan uit te gaan dat ans altijd maar je helpt. Want ans helpt alleen maar als je één ding wil onthouden. En het maar één keer nodig hebt. Nou, de shift sinus van die A gedeeld door 10 is 28,0. Dus de hoek is 28,0 graden. Dat is som A van 12. Mooi, hè? Oké. En wat zeggen ze over, over die B? Dus dat berekenen hoek ACD. Ja, kijk. Hoek ACD is deze hoek. Ik ga eventjes even een kleurtje pakken. ACD, deze hoek. We weten al dat deze hoek 20 is. En we weten hoe groot deze hoek is, die is 28,0. Dus, ja, je wil iets zeggen. Ja, je kan die hele hoek berekenen, hè. Dus dan zeg je, hoek... oh, wacht even, je deed met de 110. Ja, maar wacht eens even. Jij had net deze hoek uitgerekend voor ons. En toen zei ik van, maar daar heb je niks aan. Maar de... Ja? Ja, precies. Maar je kan het in één keer doen, omdat je deze hoek hebt uitgerekend. In driehoek ADC heb je deze hoek en die hoek. Dus dan kan je in driehoek ADC meteen zeggen van, oké, okay, hoek DCA is gelijk aan 180 graden min die hoek A, dat is die 28,0, min die 110. Is jouw rekenmachine aan het trippen? Oké, okay, dat is vervelend. Is het niet gewoon 42? Oké. Okay. Ja, als mensen het uit hun hoofd proberen te doen, denken soms dat het 52 is. Maar dan daarom, ik ben zelf ook niet echt van het hoofd rekenen. Zijn er vragen, opmerkingen over som 12? Oké. Ik denk dat het goed is als jullie zelf nog even kijken naar som 15. En die kunnen we dan eventueel straks nog bespreken. Is dat goed? Dan sluiten we even af. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel broer, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Op meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.